In die eerste lessen, onze grote leerling, heb ik u de eerste beginselen van een welgeschilderd portret onderwezen. Je hebt de eerste streken uw skets op den doek gedaan en, dat zou ik hopen, den pols enigermate tot schilderen doen wennen. Maar, wilt gij voor schilder gaan, gij moogt u niet genoegen met het luchtig en de los sketsen en het afbeelden van enigszins rechte proporties. Om waarlijk te kunnen schilderen, hebt gij verven en pincelen nodig. Heden onderwijs ik u hoe gij deze schone materialen waardig moet gebruiken. Laat ons het werk aantasten. De schilderijen die ik op den doop vervaardig, schilder ik met olieverf. In mijn tijd mengde ik mijn verven zelf, of eigenlijk nee, het is vanzelf klaar dat mijn leerlingen dat moesten doen. Maar jij begrijpt wel wat ik meen. Dat mengen brengt een voortreffelijke verf voort. Olieverven maakt men van verfstoffen in poeder, de welke die kleur geven. En van lijnzaaltolie, de welke daarvoor zorgt dat die verven op den doek hecht. Lijnzaaltolie is uw bindmiddel. Zolang dat nat en vloeibaar is, moet je daarmee schilderen. Ikzelf bewaar mijn verven immer in een mossel, leg die in een bakje water. Al dus schets gij die verven geen open lucht, waarmee zij niet een bederft. Vervolgens is daar ook nodig gezuiverde lijnzaadolie, terpentijnolie en, het zal u geen wonder geven, pincelen en een tempermes om de verven op uw palet te mengelen. Verlang nu een neuswijze bolderwerk van mij, dan gebruik ik ten eerste aanvang slechts weinig kleuren, te weten zodanige verfstoffen die ik weet de kleuren of verven rasser te doen drogen. Dus schilderende stel ik het beeld in, wat men doodverven noemt. Vandaag onderwijs ik u in het gebruik der donkere verven, waarmee gij op de gecoloreerde achtergrond in uw portret schaduwen plaatst. Beziet daartoe altijd uw voorbeeld aandachtelijk. Ziet gij welke delen donkere delen zijn? Ten eerste schildert gij met een weinigje vers, zeer dun en nog flauw, met losse streken de delen die schaduwen vertonen. Wijs deze met een luchte hand aan. Zijn niet te stijf, gij zijt immers een aanstaande kunstenaar. Wil men nagaan waar deze schaduwen zijn, gij moet op het naaste uitpluizen waar dat licht komt. Overzie den omtrek van de tronie en van de uitstekende leden van het aangezicht, als de wangen, het voorhoofd, de kinnen, de neus en diergelijke. Die liniën met krijt of houtkolen, de vorige les gemaakt zijnde, helpen u de differente delen of omtrekken te zien en de waar gij de schaduwen mocht verwachten. Nochtans acht ik het niet nodig binnen gemelde lijnen te coloreren. Beijvert u den borstel gebruikende in zonderheid dat er in den vorm eenheid heerst. Uw getekende skets is slechts de eerste grondvest. Onder het schilderen wordt hij in het eind gans uitgewist of in de plaats gesteld door streken met donkere olieverf. Bedient u ook, gelijk ik doe, van omber tot de eerste streken op den doek. Omber verkoopt men in rauwe en in gebrande vorm. Het eerste heeft een groenig-bruine kleur, het andere is koffiekleur gelijkende. Het is ene verfstoffe die de olieverven zeer snel doet drogen. Dit drogen is gewichtig. Legt u, vol drift zijnde, die tweede lagen aan, die eerste lagen nog niet droog zijnde, dan kon er beste voortkomen, of kreeg die verven niet wel op den dook. Volgt deshalve den grondregel van mager tot vet. Dat is, schildert eerstens met magere verven en daarna met vette. Houdt u ook aan deze regelen der schilderkunst. Zijt geduldig, vangt aan met ene dunne lagen en wees zuinig met uw materiaal. Gij behoort te weten dat licht en donkerte somtijds voorkomen op andere plaatsen dan gij zelf verwachten. Het zwarte haar eens persoons kan namelijk licht schijnen, terwijl daarentegen het wit van iemands ogen in de schaduw schuilt.
In de vorige lessen heb ik u onderwezen wat er geschiedt indien gij het hoofd dat gij begeert af te beelden draait of achterwaarts doet kantelen. Om uw werk te verdiepen dient u zich van de rechte en kromme behulplinie waarmee je hebt aangevangen. Tot in oogwit versterkt evenzeer het gebruik van omber of zwart bij een schaduw. Hoe kan dit bestaan? Men zal bevinden dat hetgene van het licht beschenen wordt, aan de ene zijde volkomen licht is, en aan de andere zijde van alle licht beroofd. Het is zeer noodzakelijk dat gij wel aanschouwt hoe dat donker in het licht overgaat. Gebeurt de verandering van licht naar schaduw plotseling? Of zo zoetelijk dat gij die verandering wel haast niet mag waarnemen? Een kantig voorwerp, gelijk een kubus of de teerling, toont u klaar het licht en de schaduw. Soms is er een merkelijk onderscheid te bespeuren tussen deen en dander. Daarentegen vloeit bij zachte ronde vormen het donker genoegzaam en zoetelijk over tot het licht. Daarop is het dat men acht moet geven, vervaardigende de grondlaag. Hoedanig en op wat wijze licht en schaduw overlopen, dit, naast de schaduw, is het enige daar gij u vandaag om bekommeren. Tast die werk al met een weinig verder, omdat die grondlaag volkomen doorschijnt. Je ziet met recht en aandacht de plaatsen welke donker van kleur behoort te zijn. Al daar wilt gij die schaduwen uit met een weinig meer omber of zwart. Bevinden zich ergens ronde volumes, zo laat licht en schaduw in elkaar overlopen, door die natte verf al zachtjes met uw borstel doorheen te strijken. Bij kantige vormen of klaar afgeleide vlakken daarentegen schilderen men scherpe schaduwen. Is een plaats te donker, gij mocht in de natte grond de verven weder wegvagen met een doosken, terwijl gij om uw wijsvinger vindt. Het is nu nog niet toegestaan de verven met wit te vermengen. Eer ik deze les te besluiten, vertelde ik iets over borstels en pincelen. Borstels maakt men van varkenshaar, maar pincelen van runderhaar of martelhaar. Mij aangaande, ik gebruik gerne ronde borstels en de pincelen, met of zonder scherpe punt. Anders ook zodanige platte pincelen die men gemeenlijk ook wel kattentoren noemt. Gedurende het schilderen spoel ik mijn borstels en pincelen eigenlijk nimmer uit in terpentijn. Zekerlijk in het begin gebruik ik slechts weinige verschillende verven. Deshalve is dat uitspoelen nutteloos. Bemerkende dat die verven aan den penseel te velen is, ik strijk die overtollige verven af aan het baksken waarin ik mijn penseel schoon maak, of aan een glazen pot. Na allemaal wrijf ik het penseel droog met een linnen doek. Loopt een dag ten einde, dan reinig ik die pincelen met zeepen en spoel ze uit in schoon, stromende water. Daarna breng ik ze in doorspronkelijke gedaante en laat ze drogen. Het zij rechtopstaande met die horen opwaarts, het zij platleggende. Nu zijn ze gereed voor de volgende stap. Het ophogen met wit.